Hallo allemaal, we zijn hier bij het prachtige bedrijf van meneer Jaap van der Boon. Ja. En uw bedrijf heet de... Knotwillig. Ja, en u doet dit samen met u? Yvonne Bos. Oké, okay. En ik ben hier... Met Joris van de Vegetable Chef. En we gaan kijken hoe hier fantastische groenten gekweekt worden. En misschien gaan we ook nog wat maken, wat lekkers. Kijken wat er al is op het land. Hartstikke mooi. Leuk. We gaan kijken. Jullie werken helemaal zonder bestrijdingsmiddelen, begreep ik. Helemaal zonder enig stimuleringsmiddel, ook zonder stimuleringsmiddel. Alleen dus vaste mest, vast gefermenteerde mest en verder niks. Dat is dus ook helemaal niet nodig? Nee, het moet wel niet al te stom zijn, maar het is niet nodig, nee. Slim telen? Slim telen, een slimme omgeving. Dus gewoon een natuurlijk evenwicht bewaren. Ja. Dus is rekening gehouden met de afstand die wormen per jaar afleggen, waar de mollen zich ophouden enzovoort. Je hebt geen last van mollen. Dit is Bini. Doe voor het eerst, ja. Maar kunnen we dat zo eten? Ja, kan je zo eten. Ja, dit kan je zo eten. Echt lekker, man. Ja. Oh, hartstikke zoet. Heerlijk. Lekker dit. Ja, het is vers, hè. Mm-hmm. Want jullie staan in Den Haag op de markt? Ja. Yvonne met mensen uit Den Haag. En op zaterdag in Amsterdam op de Noordermarkt? Ja. Ja, ja, ik denk dat we het grootste aantal verschillende producten hebben van Nederland wel. Ja, ik denk het wel. Dat ook onderdeel is van jullie filosofie door veel verschillende dingen te telen? Ja, je probeert de weg van consument naar producent zo kort mogelijk te houden ook. Hè? Mm-hmm. En dat je elkaar kent ook. Consumenten moeten meer naar de markt? Consumenten moeten meer naar de markt, ja. Ja, rozenbottels staan hier. Het hele land is omgeven door een enorme diversiteit aan planten en gewassen. En van wanneer tot wanneer wordt er geoogst? Van die kool vanaf juni tot en met begin mei. Ja. Dat is 11 maanden dus. 11 maanden? 11 maanden, ja. Bijna het hele jaar rond. Ja. Maar ook hier een enorme diversiteit aan sla, zie ik. Ja. Kunt u vertellen wat ik zie? Sla. Ja. Frisée, rode sla, Lolo Rosso, spinazie, bladpeterselie. Geweldig, joh. Natuurlijke evenwicht, dat je dus overal die hoeken appels ziet en bessen. En dan... Hier zitten de mollen dan, over het algemeen. Ja. Daar heb je geen last van. Het creëert dus eigenlijk voor alle dieren die hier willen wonen hun eigen leefomgeving. Ja. Ja. Dus duiven of zo, die jaag je weg. Dus je gaat ze niet doodschieten of zo, maar je zegt, hup, weg, ergens anders naartoe. Maar Jaap, jij zei over de sla dat je dat niet bevloeit met water ook? Heel weinig water. Ja. Heel weinig water. En dan groeit het wat langzamer en dan krijg je toch een steviger product. En meer smaak ook. En meer smaak ook. Ik kan het beamen, want ik vind die sla van jullie van de boerenmarkt, die heeft inderdaad, is echt een bite heeft die. Ja. En veel smaak. Maar ik vraag me altijd af, dat heb ik nooit begrepen, wat maakt snijbiet nou snijbiet? Het is gecultiveerd op het blad en dat is gecultiveerd op de biet. Dus in oorsprong is het dezelfde plant? Ongedierte gespot. Dat is een emult is dat. Dit is hem, hartstikke. Dit is hem, ja. Dat is hem. Ja, dus die vreet net dit hier, de wortel tussen wortel en dit, vreet hij op. Hij ziet niet zo levendig eruit. Hij heeft zich doodgegeten. Ik heb wel gehad dat zo'n heel stuk dan, dit heel stuk dan in 2 dagen op was. Kruisbessen. Ja, die zijn zo lekker. Wat een prachtige dag vandaag. Peulen, erwten, kapucijners. Het bonenveld. Het bonenveld. Hier komt dan straks dat ertje uit. Ik dacht wel dat dat doperwt uit een blikje kwamen, maar dat is niet zo. Dus alle bomen krijgen en alle struiken krijgen alleen maar hout als mest. En dat hout legt u dan gewoon, gewoon naast de bomen neer? En dan is het dus een langzame bemesting. Het is een trage bemesting. Het heeft dezelfde samenstelling als goede mest, hoor. De kleine tak. Dat is slim telen dus. Ah, kijk, de lenteuien. Heb ik nog een vraag, want wat maakt een lenteui nou anders dan een gewone ui? Is het gewoon een ui die net begint te groeien? Of? Je eet hem vers, hè? Ja. Je eet hem vers, dus met loof en al. Ja, want iemand zei een keer tegen mij, als je uien hebt liggen die gewoon beginnen uit te lopen, dat is gewoon je lenteuitje eigenlijk. Ja. Dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Dus thuis oude uien heb liggen die uitlopen, dat kan ik gewoon eten. Kan ik in de sla knippen of... Te gek. Ja, je moet echt zo eruit halen. Dit gaat al. Dat is niet helemaal goed. Maar ik heb het fout. Maar zo'n mooie paarse onderkant zie ik nooit, hoor. Wat een rust hier ook. Hier is ook nog wel interessant. Ik hoor dat hier een stuk
veld braak ligt. Karel de Grote die voerde dat in het drieslagstelsel. En wij hebben het zesslagstelsel. En dat houdt in? Dat je die velden eens in de 6 jaar en eens in de 7 jaar. En dan heeft het jaar een jaar rust. Ja, want anders put je dus alleen maar uit. Of je moet veel kunstmest gebruiken. Artisjokken, jongens. Joe, 2 artisjokken al. Daar mogen we wat mee gaan maken, hoor ik. Te gek. Kijk, zo oogst je dus een artisjok. Jonge artisjokken kunnen we dus ook gewoon iets met de stelen doen. De stelen is ook lekker, ja. Ja, yeah. Leuk. Heb jij ze ooit zo vers gehad, Eken? Nee, absoluut niet. Nee. Ik kijk mijn ogen uit hier. Vroeger in allerlei culturen en godsdiensten het element van rust veel meer aanwezig dan nu. Ja. In deze, we moeten nu altijd maar door. Altijd maar door. Precies. Als mens moet je af en toe ook braak liggen. Ja. Toch? Als mens moet je af en toe ook braak liggen, kennelijk. Ja. Toch, we hebben allemaal onze rust nodig. Ja.